eerste 5 huizen van het woningbouwproject City of Para zijn vandaag officieel overgedragen aan de eigenaren. Het project staat aan de Suralcoweg en is een samenwerking tussen de Stichting Projectenontwikkeling Para en de Surinaamse Postspaarbank SPBSB. Naast de overdracht van de sleutels hebben de stichting en de bank ook een protocol ondertekend voor de bouw van 20 nieuwe huizen. In totaal zullen er ruim 1200 woningen neergezet worden in de komende periode. Het is de bedoeling dat de omgeving totaal verandert in de nabije toekomst. Ricardo Panca, voorzitter van de Stichting Projectenontwikkeling Para en mede-initiatiefnemer, is zeer positief over City of Para. Hij benadrukt dat dit project niet zonder slag of stoot van de grond is gekomen. Ook Gianmardo Cromosuto, directeur van de SPSB, is blij met het initiatief. Hij kijkt uit naar sportaccommodatie in het gebied. We doen vandaag de technische oplevering. Er zijn nog wat zaken die we met elkaar moeten afronden. Maar het gaat afgerond worden. Geloof in uzelf en heb ook vertrouwen in de stichting. En ook in de bank. Ik zal zeggen, alvast gefeliciteerd dat u vandaag deze lang gekoesterde wens in vervulling ziet gaan. We moeten kijken als we hier niet iets moeten plaatsen waar mensen worden aangetrokken om activiteiten hier te ontplooien. Ik denk maar aan sport. Stel met zo'n grote locatie en je zet een sportfaciliteit, dan heb je hier sportactiviteiten die centraal kunnen staan. Dan heb je niet alleen maar straks wonen of leven, maar je hebt ook vertier. Maar ik denk ook aan werken. We moeten hier units laten bouwen om ervoor te zorgen dat de mensen hier ook een plooi vinden. De eigenaren zijn blij met hun nieuwe woning. De afstand van City of Para ten opzichte van de hoofdstad is voor hen geen probleem. Nou, het voelt heel goed aan. Ik heb bijna geen woorden om te beschrijven. Ik wil iedereen hier iedereen bedanken die hieraan heeft gewerkt en ook mezelf. Ten eerste ook de heren daarboven, want hij is een sterke man. En ja. Ik zou zeggen, ik hoop dat ook andere bewoners ook in aanmerking kunnen komen. Okay, voorlopig heb ik een 2-kamerwoning genomen. Ja, je moet tenminste ook iets kunnen nemen daar waarvoor je kunt betalen. En waarbij je ook niet te lang in de schulden zit. Dus vandaar een 2-kamerwoning. Hoeveel moet u betalen per maand? Per maand ga ik 1554 SRD's betalen. Oh, het voelt geweldig aan. Het is een lang gekoesterd wens. En uiteindelijk veel geduld, veel gebeden, bitter werk en ja, het is goed gekomen. Hoe lang heeft het geduurd voordat je eigenaar mag zijn van je eigen huis? Ik denk ietsje langer dan een jaar heeft het geduurd, ja. En hoeveel kamers heb je? Ik heb 2 kamers. Okay, het is inderdaad ver, de weg is niet goed, maar zo was Kommerwijnen vroeger ook. En kijk nu naar Kommerwijnen. Ik heb geloof dat na een aantal jaren dat hier beter bewoond zal zijn, de straat oké zal zijn. Je moet gewoon geloof hebben. Tot zover enkele woningeigenaren die vandaag in aanmerking zijn gekomen voor een nieuwe woning in het project City of Para. Naast de 5 huizen die vandaag zijn overgedragen, zullen er ruim 1200 bijgebouwd worden in de nabije toekomst.